Blond haar, blauwe ogen en lang. Dat is het stereotype uiterlijk van de Nederlander. We zijn vandaag in Utrecht en we vragen aan de mensen of ze zichzelf kunnen beschrijven. Laten we beginnen. Hoe zou je jezelf omschrijven? Hoe ik mezelf zou omschrijven? En dan qua uiterlijk? Lang. Dat vooral. Lang. Een open gezicht, denk ik. Wat betekent een open gezicht? Dat er aan af te lezen is hoe iemand zich voelt. Dus dat er aan mij makkelijk af te lezen is wat er in me omgaat of wat ik voel. Dus of ik blij ben of boos of verdrietig of dat soort dingen. Dat vooral, denk ik. En hoe zou je je uiterlijk omschrijven? Mijn uiterlijk? Nederlands. Ik denk lang, blond haar, blauwe ogen, stereotypen. En ja, mijn uiterlijk echt precies hetzelfde. Blond haar, blauwe ogen, lang. Ja. Lang. Ik heb bruin haar, blauwe ogen. Ik ben een meisje. Ja, leeftijd? Ik ben 22 jaar. Uiterlijk, een beetje wild. Lange haren. Rustig, een beetje metal. Ja. Qua uiterlijk. Ik denk gewoon, ik draag wel vaak comfortabele kleren, dus comfy misschien. En nu op het moment heb ik natuurlijk werkkleren aan, dus ik weet niet, ben je boers? Als een jonge man van rond de eind 20, begin 30 met bruin krullend haar en blauw-grijs groene ogen. Niet echt heel duidelijk te zien wat voor kleur precies. Niet zo heel groot voor Nederlandse begrippen. En slank. Alhoewel je dat door de winterjas niet echt goed kan zien. Mijn uiterlijk? Ja. Vandaag. Ja, ik ben aan het werk. Werkkleding aan, handschoenen die ik nu even niet aan heb. Ik ben een route aan het zoeken. Zonder bril op, grijs haar, blauw jas, statief in de tas. Wat doet u met de statief? Daar zet ik mijn camera op om foto's te maken. Ik moet allemaal architectuur fotograferen. En dan maak ik tijdopname zodat de mensen vaag worden. Ah, oké. Zou ik mijn uiterlijk omschrijven? Ja, donker. Misschien niet typisch Nederlands. Ben ik wel overigens, maar donker denk ik. En gemiddeld wellicht. Misschien ook wel rustig. Mijn uiterlijk? Ik denk dat ik heb kleinere oogjes. ik positieve uitstraling. Ik weet niet of dat bij uiterlijk hoort. Meestal wel vrolijke kleding aan ook. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Qua fysiek, lang. Lange lengte. Ik heb krullend haar. Ik ben een man. Verder nu zwarte broek aan. Of zwarte broek? Nee. Lichtgrijze broek. Zwarte jas. Baardje. Denk zo. En hoe zou je je persoonlijkheid omschrijven? Creatief. Open. Leergierig. Dat is wel goed weer, denk ik. Ja. Hoe uit je creativiteit? Heb je daar een voorbeeld van? Ik studeer aan het conservatorium. Dus ik zing en ik teken en schilder. Ik schrijf. En ik fotografeer. Ja. En wat zijn de dingen die jou interesseert? Je zei dat je leergierig bent. Ja, yoga en met name de geschiedenis en filosofie ervan. Verschillende culturen, talen. Muziek, boeken, eigenlijk gewoon alles. Ja. Ik stel mijn persoon druk en vrolijk. Ik ben erg aanwezig. Ik denk dat is wel hoe ik mezelf zou beschrijven. Hoe merken mensen dat je aanwezig bent? Ik praat veel. Ik praat soms ook een beetje hard. En
Ja, ik denk dat het wel een beetje, zeg maar, waar mensen het aan merken bij mij. Dat is wat ik vaak te horen krijg, dat ik druk ben. En ja, zeg maar, erg aanwezig en dat ik veel praat. Dat zijn eigenlijk, denk ik, wel de dingen die het meeste voorkomen, denk ik. Rustig, introvert. Ja, moet me leren kennen. Eigenlijk, dat is het B. Een combinatie van extravert en introvert, denk ik. Hangt helemaal van de situatie af. En of ik me ongemak voel en met wat voor type mensen ik ben. Ja. Vrolijk, over het algemeen, denk ik. Ja, dat. Ja. Tim, hoe zou jij jezelf omschrijven? Kort haar, blauw-grijsachtige ogen. Vandaag een bruine jas en een rode stropdas. Wil jij ook leren jouzelf in het Nederlands te omschrijven? Word dan lid van Easy Dutch. Zo ondersteun je ons project en krijg je elke week extra leermateriaal voor onze filmpjes en extra audio- en videobestanden. Ben je benieuwd? De links kun je in de beschrijving vinden. Ik zou mezelf beschrijven als avontuurlijk, muzikaal altijd wel impulsief en sociaal wezen. Ik ben graag onder de mensen. Hoe kun je een voorbeeld geven van jouw impulsiviteit? Ja, dat ik vaak dingen vergeet of dat ik gewoon out of the blue denk van het is lekker weer, dus ik ga spelen. Of ik neem mijn cello mee naar rare plekken. Je hebt vandaag ook muziekapparatuur bij. Wat doe je vandaag? Vandaag was ik van plan om in het centrum op verschillende plekken te gaan spelen. Om te kijken of het wat extra zou opbrengen voor kerst. Lastige vraag. Als iemand die redelijk veel nadenkt, iemand die het goed voor heeft met de meeste mensen en ook een sterke mening heeft. Over wat voor dingen? Politiek. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Ja. Okay. En u zei dat u ook het goede voor heeft voor de mensen. Hoe uitzicht dat? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik geef geld aan goede doelen, bijvoorbeeld. Een aantal goede doelen. Ik heb ook vluchtelingen geholpen, samen met mijn vrouw. En probeer in mijn eigen omgeving een beetje om te letten dat het goed gaat met mensen. En ook, het fijne daarvan is dat het vaak ook wel weer terugslaat op jezelf. Het is niet alleen maar altruïsme. Het is ook wel goed voor jezelf vaak. Je goed doet, goed ontmoet. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Hoe zou ik mezelf beschrijven? Als rustig, denk ik. Punt. Okay. Hoe zien mensen dat je rustig bent, bijvoorbeeld? Nou, ik hou heel erg van rust. Ik kan ook wel uitbundig zijn, hoor. Maar dan moet de situatie wel naar zijn. Maar ik zit liever in de stilte dan in de entourage, zal ik maar zeggen. Okay. Dus een nachtclub, dat is niks voor jou? Nee. Doe mij maar een borrel in een café, dat vind ik leuker. Oh, oké. Als een enthousiast sociaal persoon, denk ik, die gedreven is. En vrolijk en positief. Kun je een voorbeeld geven van jouw gedrevenheid? Misschien voor school. Dus als ik een tentamen heb, dan kan ik er wel. Als ik er echt de moeite voor wil doen, dan werk ik ook heel hard ervoor. En als ik een goed cijfer haal, dat denk ik. Oké. Okay. En jij? Nou, persoonlijk serieus, grappig, sociaal, zelfstandig, denk ik. Je zei dat je zowel serieus als grappig bent. Is dat niet tegenstrijdig of... Ik denk dat het verschilt per situatie waar ik ben. Met mijn vrienden ben ik iets minder serieus. Maar voor school of zo of werk wel. Ik denk dat ik een hele ondernemende, creatieve vrouw ben. Jonge vrouw. Ik ben ondernemer. Daarom sta ik hier ook te wachten voor de Dom. Ik heb straks een shoot. Dus een fotoshoot. En daarin ben ik heel creatief.
En daarnaast ontwerp ik ook vrouwenpakken, vrouwenkleding. Dus tweedelige pakken. En die laat ik maken in Nepal. En, ja, en de winst daarvan gaat naar sociale projecten in Nepal. Dus ik ben heel ondernemend, sociaal, creatief. Zo kan ik mezelf wel omschrijven, ja. En persoonlijkheid? Persoonlijkheid. Rustig, wel precies. Ja, altijd open voor nieuwe ideeën. Zou je daar een concreet voorbeeld van kunnen geven misschien? Dat ik dingen die ik doe, doe ik altijd nauwkeurig. Of als ik iets ga kopen, dan zoek ik altijd uit waarom ik het wil hebben, waar iets goed in is, waarom niet. En dan maak ik op die manier mijn keuze. Dus dan duik ik er altijd wat dieper in. Vriendelijk, gezellig, sociaal en soms privé. En ik hou van het sfeer. In een moment blijven, zoals nu, van het weer genieten. En vooral positief blijven. U zei net dat u uit Engeland komt. Hoe heeft u Nederlands geleerd? Door op school te leren, zeg maar. Dus ik heb op de MAVO gezeten en daar moest ik eigenlijk Nederlands leren. Oh. Ja. Dus hoe oud was je toen u naar Nederland kwam? 14. Oké, dus je woont al heel lang in Nederland. Ja. Was het moeilijk in het begin? Ja, in het begin wel, want je zit net in je puberteit. Dus ik kon helemaal geen woord Nederlands. Dus ik wist ook niet echt geen één woord. En op zich ging dat wel goed. Door gezelligheid. En leuke vrienden leren kennen. Dus, en waar vindt u het leven leuker, hier of in Engeland? Allebei. In het begin vond ik het moeilijk, want ik moest een beetje wennen aan Nederland. Maar op een gegeven moment, puberteit werd wel leuk in Nederland, zeg maar. Dus ja. Nou, we zijn weer bij het einde gekomen van deze video. De links om lid te worden van Easy Dutch kun je dus in de beschrijving vinden. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.